I Love the Achterhoek is terug. Met Frans. Jazeker. En met Willem. Mooi dan. In deze serie gaan we onze geliefde Achterhoek uit. We kunnen het ons niet voorstellen dat het ergens anders beter, mooier en leuker is. Toch gaan we het proberen. En gaan we onze grenzen letterlijk verleggen. Hey, hey. Hoe is het gesteld met de rest van Gelderland? Wie wonen daar? En waarom? Waar verdienen ze de kost mee? Wat eten ze? En waar zijn ze trots op? Wij, Frans Miggebrink en Willem de Molder, twee ras-echte Achterhoekers, gaan op zoek naar de identiteit van de rest van Gelderland. Deze week gaat de reis naar... Nijmegen! Nijmegen! Ah, dat vind ik leuk. Dat ken je. Ja, dat vind ik leuk. Wat termen weer, maar ik vind het mooiste vind ik dat Novio Magus, hè? Ja? Dat een en al Romeinse historie heeft. Dat is iets voor een metaaldetector. Ja, echt. Ja, maar dat heb ik niet. Ik heb het gelijk over... Vierdaagse. Vierdaagse van Nijmegen. Ja. Ja, hallo, wandelaar, hallo. Ja. Zeven kruisjes. Hey, ja, echt zo? Ja. Ik heb nog nooit, weet je. En studie. In Nijmegen op school gezeten. Jij? Jazeker. Oké. Okay. Nijmegen, die binnenstad. En dat in combinatie met studenten. Ja, dat heeft ook wel wat, hè? Het is wel een stad met elan. Absoluut. Absoluut, ja. En het is toch ook de stad waar de jazzpianiste gewoond heeft? Nina Simone? Heeft in Nijmegen gewoond. Ja. En Frank Boeien. Komt uit Nijmegen. Ja, mooi volk. Heel goed volk. Ah, ik ben benieuwd of wij als twee Achterhoekers in Nijmegen kunnen aarden, ons thuis voelen. Oh ja, nee, maar dat absoluut. Dat gaat lukken, hè? Dat kan ik absoluut. Oké. Okay. Dat weet ik. Nou ja, dat is maar één opmerking te maken nu. Nijmegen, ja. Hier we come. Onze mannen bezoeken deze week Nijmegen. Met ruim 170.000 inwoners, zowel de grootste als de oudste stad van onze provincie. Havana aan de Waal, zoals de bijnaam van de stad luidt. In deze kleurrijke stad is er ruimte voor iedereen. Sinds 2015 hebben ook de stadsnomaden er een plek veroverd. En sindsdien zijn ze niet meer weg te denken aan de oevers van de Waal. Nee, dat is onzin. Ja, dat is compleet dorp, man. Heldig. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, wat is dit leuk. Honderd kleine Duitsman. Ja, blij, hè? Welkom. Toi. De elleboog. Jeetje. Hoeveel mensen wonen hier? Met z'n tienen zitten we hier. Tienen? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Dit is wel heel gaaf. Ja, dat is niet in de Achterhoek. Nee, dit hebben we maar niet. Nee, we hebben wel nomaden, maar die moeten dan heel netjes een woonwagen neerzetten. En dan mogen ze maar twee of drie per gemeente, weet je wel. Is dit eigendomterrein of hebben jullie gewoon gezegd, hier gaan staan? Dit is eigenlijk een samenwerking gegaan met de gemeente Nijmegen. We hebben ooit een keer ergens gestaan en toen hadden we stiekem de stoute schoenen aangetrokken. Ja. Wat had je gedaan? Gewoon ergens? Ja, wij dachten, wij stroomden zo erg over van de idealen. En als je dan aanklopt bij de gemeente van, hey, we hebben een project, ja, dat vinden ze toch spannend. Ja. Was dat ook net zo kleurrijk, zootje ongeregeld als dit? Toen, ja? Dat was ook net zo kleurrijk. Dat hebben we eigenlijk heel erg snel gewoon van een leeg stuk grond hebben we een soort festivalterreintje gebouwd daar. Daar moest ik ook aan denken. En toen zijn we gewoon iedereen uit gaan nodigen en de poort open gaan zetten. En aan de lopende band liepen de mensen erop en die gingen zo van, wow, wat is hier aan de hand? Ja. Mag ik hierbij komen wonen en zo? Mag ik hierbij komen wonen? Alle generaties, alle groepen, van hele gezinnen tot weggelopen pubers. Echt waar? Ja. Hey, en toen zijn jullie hier neergestreken, maar ik zie allerlei bouwactiviteiten. Nou, ze willen jullie weer weg hebben, denk ik dan. Ja, toen wij hierheen gingen, dat is een beetje een voortvloeisel uit de crisis geweest. Dus toen wisten we wel, want we hebben veel energie erin gestopt om hier te komen. Toen wisten we wel dat het maar kort werd. Okay. Maar de nomaden zouden geen nomaden zijn, als we natuurlijk binnenkort weer gaan verhuizen. Waar ga je naartoe? Dukenburg. Juist, Dukenburg. Zegt jullie dat wat? Ja, zeg maar wel. Ik heb daar ooit gewoond in zo'n flat waar ik heel ongelukkig werd. En dat is nou precies waar onze uitdaging ligt. Als je hier geen glimlach van krijgt, dan is er iets mis met je mimiek. Dit is samen gewoon proberen van het leven er iets van te maken. Zo leuk mogelijk met elkaar. En eens kijken of we de wereld beter kunnen maken. Ja, weet je,
Je hebt helemaal niet meer in de gaten dat je in Nijmegen bent. Het is gewoon een compleet andere wereld. Maar waarom is die gemeente nou zo gek op jullie? Want over het algemeen zijn gemeentes niet gek op vrijgevochten types als jullie. Het gaat hun uiteindelijk om leefbaarheid. Ja, zeg maar. Hoe meer dit soort projecten, niet alleen maar... En hoe dragen jullie bij aan die leefbaarheid dan? We proberen gewoon mensen hier naar binnen te halen en met mensen aan de slag te gaan. En ik denk dat, wat je zei, als je in zo'n flat zit, een beetje wegstopt, dan is dat juist heel erg leuk om met een groep mensen iets op te bouwen, ja. en aan de slag te gaan. En op die manier zorgen we wel voor een betere sociale cohesie ook in een wijk en daarmee ook met de leefbaarheid. Hey, maar Max, die heren die wouden hier vannacht een nachtje blijven slapen, want ze moeten morgen weer door in Nijmegen. Okay. Maar daar hoort bij ons eigenlijk wel bij dat ze dan ook even een handje te mouw moeten steken. Ja, dat is wel de regel. We hebben ook weinig gasten natuurlijk gehad deze zomer. Normaal is het hier één grote beweging van mensen. We hebben circus-tent staan, podiumkarren en is het één groot feest. Maar ja, wij houden ons natuurlijk ook aan de voorschriften. Ja. Maar de wc-heren. Kijk, dit is hoe de wc werkt. Er ligt een dekseltje op tegen de strontvliegen. Dat wil je echt niet. Ja. Daar kun je op zitten en dan kun je je ontlasting doen. Gooi er een handje zaagsel op. Ja. En het wc-papier door het gat in de muur. Okay. Dat moet wel lukken, denk ik. Dat is wel echt scheiden van schijten. Ja. En een urinoir? Urine, dat valt in een apart tankje en dat gaat dus hier naartoe en wordt gefilterd door ons hele fiets. Maar wacht even, zit de scheiding dan onder dat deksel? Ja. Mag ik even kijken? Ja, jij de deksel op. Dat zul je straks toch een keer moeten, jongen. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Maar als op zich best wel keurig zo, dus, hè? Ja. Nee, maar nu snap ik de scheiding. Hey, en overal zonnepanelen. En dat is ontzettend gaaf, want het is wel de techniek die ook een stukje helpt om off the grid te kunnen wonen. Hè? Want dit is natuurlijk de modernste techniek. Alles wordt weer hergebruikt en weer opnieuw ontwikkeld. En dan gaat het weer kapot en dan ga je er nog een keer er tegenaan. En op die manier is het eigenlijk aan de lopende band een ontwikkeling van onze lessen. Je moet creatief. Alles wat wij gebruiken heeft al een tweede leven gehad. Ja, ja. En dat is wel heel kicken hoor. Off grid, wat hun doen, zonnepaneeltjes. Hoe zorg ik dat elke woonwagen geen stroom of geen energie of wat dan ook nodig heeft, op zichzelf staat. Nou, ik denk dat je daar een heel mooi economisch model aan kunt hangen. Weet je, buiten de lijntjes kleuren geeft de leukste tekeningen. En dit is echt niet on the edge, dit is er overheen. Dit is onkruid? Nee. Nee, kijk. Want ik doe dat wel goed. Hey, doe ik een beetje mee, of niet? Je trekt de radijsjes eraf. Ja, die gaan we opeten straks. Oh, die gaan we straks opeten. Dan zetten we er zo weer even nieuw spul in. Oh, dat doe ik wel even oogsten. Hey, dit ben dan gewoon weg ermee. Ja. Oké. Okay. Gewoon lekker terug opgooien. Als je een stel gelijkgestemde hebt en je vindt elkaar in deze manier van leven, dan kan dat ook in de Achterhoek. Ja, ik krijg wel een beetje een zwarte cross gevoel, maar dan blijvend. Als je het maar leuk hebt met elkaar. Want dat is het volgens mij in essentie. Het leuk maken met elkaar. Het leven leuk maken. Ik weet niet of dat bij ons zo losgeslagen kan gebeuren. Dat denk ik niet. Die? Tim, die? Ja. Dat is mooi, hè? Wil je naast me slapen? Waarom ben je non-profit? Het is een stukje idealen van ons. Het is soms zonde als in de wereld alles vertaald moet worden in geld. Het is ook gaaf als jullie een beetje hier meedraaien, dus een beetje mee helpen koken, helpen afwassen. Dan hoeft daar helemaal niks tegenover te staan, denk ik. Ja. Dus dat gewoon. En wij kunnen denk ik dan ook altijd van de gastvrijheid gebruik maken in de Achterhoek bij jullie. Absoluut. Dus zo heb je eigenlijk een veel sterker iets dan als je zegt van je huurt hier een kamertje voor een avondje. Jongens, wat is dit? Hij is open. Hij is open. Ik heb het zelf al gedaan. Ja. Oké. Okay. Weet je wat ik het mooiste vind? En dan kom je die stad in. De hectiek van de stad, de hectiek van Nijmegen. Warm. Dan zit je hier. Maar machtig, hè? Hoe weet je? Geweldig. Het is één hut en meteut, maar alles past. Ja, en overal is over nagedacht, hè? Ook over het poepje en het plasje. Ja, en zonnepanelen. Ja, maar ik denk dat Nijmegen een hoop te bieden heeft. Wat ik tenminste niet weet. Jij misschien wel. Dat wist ik ook niet. Ja. Jop, ik ben benieuwd. Ik zou zeggen, Nijmegen, op naar morgen. Op naar morgen. Nou, Willem. Dat was mijn nachtje wel. Heb je goed geslapen? Ja, ik heb best lekker geslapen. Hoog en droog, maar ik heb apart geslapen.
Ja, die hele sfeer. Ja, het is hippie met een hoofdletter, hè, eigenlijk. Het is behoorlijk retro. Pas op, hè, die fietsers. Ja. Die mogen eerst, hè. Maar ik had wel eens willen zien hoe het was als iedereen er was. Ja. Leuk, lieve mensen. Dan Willem, en nu op naar nieuwe avonturen. In Nijmegen. Kijk, ja, altijd mooi, ja. Als je deze brug overrijdt, dan... En dan dat stadsgezicht. Ja, mooi. Stevenskerk, toch of niet? Ja, en daarvoor, hè, als je kade zo ziet, wat mij betreft een beetje buitenland. Ja. On-Nederlands mooi. Ja. De eerste dag voor de Vierdaagse loop je over deze brug de stad uit. De tweede dag loop je over de kade weer de stad binnen naar de wedren toe. Vierdaagse, hè. Welkom in Nijmegen. Dank u. Old City, Young Vibe. Ja, is wel zo, hè? Willem, ik heb altijd het gevoel dat Keizer Karelplein het hart van Nijmegen is. Ja, een mooi rond hart. Heel mooi. Moet je een beetje links houden. Het is nog wel, volgens mij, je zult er in Nijmegen moeten afrijden met rijexamen. Dat is toch wel een kriem, dit plein. Hè? Ja, lekker. Oeh, maar ingrip, maar ingrip. Dat denk ik wel. Ja, hier kom je dan, de Vierdaagse, hier kom je dan van, met die gigantische, vervelende gladiolen kom je dan aan. Hè? Nou, die zijn al zwaar, hoor. Dan krijg je heel veel. Echt waar? Ja, man, en die moet je dan vasthouden, hoor, en dragen. Ja, ja, dat is extra om die wandelaars te motiveren om er nog een paar kilo extra bovenop te gooien. Hier rechts. De volgende. Deze? Ja. Zeker weten? Ja. Oké. Nijmegen staat bekend als de studentenstad van onze provincie. Er wonen er bijna 20.000 en dat betekent dat meer dan 10% van de inwoners student is. Een van de grootste studentenverenigingen is FOCAS. Een vereniging die sport en studie combineert. Dus niet achterover zitten en bier drinken. Nee, de mannen gaan zich in het zweet werken. Maar Willem, wat is er in vredesnaam hier dan te doen? Bij die dichtgespijkerde villa in Nijmegen. Met brandnetels. Oh, en brandnetels. Hier. Nou. Welkom bij FOCAS, studentenroeivereniging. Studentenroeivereniging. Nou, yes! Dat wisten we al. Of tenminste, ja. Willem was gesteld. Ik zag een hi, ik ben Willem. Hallo, ik ben Sophie. Hoi, we doen even zo, hè. Ja, hallo, Sophie. Ja, dit is onze sociëteit. Dus wij hebben twee locaties ook, want we zijn natuurlijk een roeivereniging. En dit is dan onze sociëteit. Dus hier worden de feesten gedaan en... we zitten wij als bestuur ook bovenop onze bestuurskamer. Dat kunnen we zo even laten zien. Maar waar roeien jullie dan? Ja, we hebben nog een tweede locatie en dat is ons boothuis. En dat ligt in eigenlijk het zuiden van Nijmegen. En daar ligt een drijvend botenloods. Ja. En daar liggen al onze boten en daar gaan de roeiers gaan daar naartoe. En dan kunnen ze Al onze boten? Hoeveel? Wij hebben denk ik nu iets van 45 boten in de vloot. 45? Ja. Gaan we dat zien? Ik heb een vaag voorgevoel. Dan moeten we gaan roeien. Hier moeten we naartoe. Ja, dit is onze bestuurskamer. Nou, wat netjes! Onze secretaris is er ook. Dus ik haak die is goed, hé. Ja, het is wel een heel typisch studentico's wel. Maar weet je, ik vind het juist ontzettend leuk. Niet dat je moet je niet heel tijd verontschuldigen van studentico's. Ik hou er wel van. Het is wel heel, het heeft wel sfeer. En je ziet ook wel, er hangen ook wel echt dingen die heel oud zijn of zo, oude posters. Stropdassen. Ja, dit zijn dassen van andere verenigingen. Buitgemaakte? Ja, daar ga je wel. Daar moet je voor vechten eigenlijk een beetje. Toch? Ja, brassen. Ja, brassen. Ja. Wat is het grootste roeiwapenfeit wat jullie ooit. Nou, onze eigen Koen Metsenmakers, die is begonnen als tandheelkundestudent hier 7 jaar geleden. En die heeft afgelopen jaar... Had nog nooit geroeid. Had daarvoor nog nooit geroeid en heeft afgelopen jaar het WK gewonnen. En die gaat naar de Olympische Spelen. Geweldig. Ja. Mag ik zo vrij zijn? Ja, wat is dit? Wat in vredesnaam is dit? Zeg niet dat hier ook nog een afdeling hondenvereniging zit. Nou, we kunnen wel even aantrekken toch, Casper? Ja, dit zijn onze bestuursjasjes. Jullie bestuursjasjes? Ja, wacht, je mag ze niet wassen. Nou ja, dit is echt iets van de studentenroeicultuur. Ja. Je bent meteen herkenbaar als bestuur, je staat op de roeibaan. En het is een stukje traditie. Al onze voorgangers
hangen erin. Zo. Ah, okay. En deze gaat al 14 jaar mee. En ze zijn ook helemaal hard geworden daardoor. En ze zijn helemaal... er komt ook schimmel in als ze nat worden. Dus het is echt zo. Leeuwen schiet niet in. Een prachtige jugendstil villa. Een beetje aan zijn lot overgelaten. Een discotheek is 's ochtends vroeg om 7 uur. Weet je wel, weet je dat. En dan was wel de rotsen weggehaald, maar voor de rest helemaal niks. Weet je dat. Maar dat gaf ook wel het thuisgevoel. Maar die hele sfeer, die lucht... Ja, dat is echt studentenhuis. Ja, dat hoort helemaal bij Nijmegen. Het idee bij het roeien is vaak ook wel dat een deel van de gezelligheid beneden vloeit naar het roeien terug. Ja, okay. Dat is eigenlijk hoe het vaak gaat. Dus het geld van een feest en een bier gaat naar het roeien. Zo. Zo. Nou, kom verder. Kom verder. We gaan die kant op. Oké. Okay. Dit is het boothuis. De rijke historie van het boothuis. En dit is eigenlijk een beetje de plek waar waar roeiers kunnen eten, zitten als ze hebben geroeid. Dat is weer vol, hè? Als we naar ons nieuwe boothuis gaan, zijn we ook wel benieuwd hoe dat dan... Ja, dan moet je ook weer sfeer, dit is gewoon ook weer zo gekomen, zeg maar. Ja. En het nieuwe boothuis ben ik even kwijt waar dat lag? Aan de Spiegelwaal. Oh, aan de Spiegelwaal? Dus jullie moeten de sfeer maken in de Spiegelwaal? Ja, ik denk ook wel dat we wat dingen mee gaan nemen die je echt niet kwijt willen. Dus, Maar je gaat toch geen nieuwe banken kopen, hè? Dat is jammer. Ja. De banken moeten mee. Dit moet mee. En jullie roeiprestaties? We gaan verder naar loods. Er is een reden dat we bestuurswerk zijn gaan doen om op een andere manier bij te dragen aan de roeiprestaties. Mag ik vertellen wat we gedaan hebben? Ja? We hebben geroeid in zo'n professioneel vierspan, zou ik maar zeggen. Hoe heet dat? Vier met stuur. Nou, ik geef het je te doen, hoor. Gaan handen aan het vlot en dan ga ik zeggen afduwen gelijk nu en dan gaan we dus afduwen. En dan ga ik klapjes van, we hebben bakboord, dat is deze kant van de boot, en stuurboord. En als ik zeg klapjes stuurboord, dan gaat stuurboord mij klapjes geven. Maar dat is een kort haaltje. Maar welke tombo boeken? Zo, oké. Jij bent nummer 4, dus dan zeg je 4 klaar en dan weet ik dat iedereen klaar is en dan gaan we beginnen. Oké. Okay. Ja? Oké, okay, 4 klaar? 4 klaar! Goed. Oké, al handen aan het vlot. Gaan we afduwen gelijk. Ja, stuurboord maakt af met de palen. En dan beginnen ze gelijk met strijkje, slagje, buurboord, stuurboord, bakboord. Weet je wel, ik ben dan al na 2 zinnen de kluts helemaal kwijt. Wat willen ze nou, weet je wel? En dan halen, uitgangspositie, je elleboogje, boordje kantelen. Ik word dan al helemaal wild. Ik snap er helemaal niks meer van. En blad op en ik ben die kreet helemaal kwijt. Dus adrenaline, pure adrenaline. Weet je, en dat zijn allemaal een bloedfanatiek, hè. Die jongens zijn 21, hè. Komt opa aan, hè. Moet even mee hier. En willen per se winnen, hè. En ze zei tot het boothuis. Maar de hadden ze bedoeld het eind van het boothuis. Als het begin van het boothuis lagen wij nog voor. Toen heb ik het opgegeven. Ja, nou denkt hij dat hij gewonnen heeft. Waardeloos. We hebben gewonnen. Ja, een neuslengte. Ja, dit is dan een neus voor een boot, hè. Geen bootlengte, maar een boeglengte. Hoe zeg je dat? Uiteraard mag een bezoekje aan het centrum van de grootste stad van de provincie niet ontbreken. Nachtburgemeester Kees de Beer leidt de mannen graag rond in zijn stad. Oho! Nijmegen! Hoi, ik ben Kees. Willem. Kees. Ik ben Willem. Kees de Beer, ik ben de nachtburgemeester van Nijmegen. Een nachtburgemeester, ja, dat heb ik in de Achterhoek nog nooit meegemaakt. Een nachtburgemeester. Doetinchem heeft ook een nachtburgemeester. Hè? En dus daar kende ik het begrip nachtburgemeester van. Ik denk dat komt een Jules Deelder aan, maar dan op zijn Nijmeegs. Oh nee, korte box, tattoos, ketting, van niks.
Ik denk, wij zijn in Nijmegen een hele progressieve stad, een hele open stad. Maar nog steeds is het zo, ook in Nijmegen, dat nog niet iedereen mee kan doen op de manier hoe zij mee willen doen. En dan heb je het nog steeds over bijvoorbeeld mensen van kleur die niet altijd zich even veilig voelen in de nacht. Vrouwen die zich niet altijd even veilig voelen in de nacht. Maar ook mensen uit de LHBTI-community die zich ook nog niet altijd even veilig voelen in de nacht. Ik ben de ambassadeur van de Nijmeegse nacht. Dus waar ik voor moet zorgen is dat de Nijmeegse nacht goed tot z'n recht komt. Dat iedereen mee kan doen in de nacht. Dus ook die inclusiviteit is heel erg belangrijk. En je bent dus nu bezig met het plan te verwezenlijken? Nou, dat zou ik eigenlijk heel erg graag doen. Maar zoals we weten is het allemaal de coronacrisis. Ja, natuurlijk. Ja. En er is eigenlijk nu heel erg weinig nacht. Dus in oktober werd ik het. En voordat je je team hebt samengesteld, de plannen hebt gesmeden, is het eigenlijk alweer maart. En dan hakt corona erin. En nog steeds is het helaas zo dat de nacht helemaal dicht is. Maar we zijn hier in het Valkhofpark. En als we even doorlopen, heb je ook een heel mooi overzicht over het land verder. Ja, ik vind het nou wel mooi. We kunnen volgens mij net niet Arnhem zien. Gelukkig, zeggen we altijd. Is het echt... Als echte Nijmegenaar moet ik dan toch zeggen dat Nijmegen altijd beter is dan Arnhem. Altijd mooier is dan Arnhem. Ja, 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 daar. De toren van Grollen. Nu komen we wel op een van de mooiste street art plekken van Nijmegen uit. En dat zien we daar. En dat is Hert. Het hert. Naast de mert. Naast de mert. Staat het hert en dit is het Nimbix hert. Als nachtburgemeester vind ik het ook heel erg belangrijk om mezelf in te zetten voor maatschappelijke problemen. Op het moment dat je zegt dat een nacht voor iedereen moet zijn, moet een nacht daadwerkelijk ook voor iedereen zijn. Dat betekent voor de mensen die een feestje willen vieren, voor de mensen die willen slapen, maar ook voor de mensen voor wie het niet altijd een feestje is. Want er zijn ook in Nijmegen zijn er nog heel veel mensen die dak- of thuisloos zijn, maar zelfs ook nog heel erg veel zwerfjongeren. En dat zijn jongeren die zitten onder de radar, die gaan eigenlijk van bank naar bank, die zie je bijna niet, soms slapen ze ook buiten. En waarom ik jullie hiermee naartoe neem, is omdat ik een keer hier een avond had in het stadshuis. Dat wordt allemaal mooi verzorgd, drankje, hapje, alles erop en eraan. En toen liep ik naar buiten, het was denk ik een uurtje of 10, 11 zal het zijn geweest. En toen liep ik langs het stadshuis, daar wil ik zo meteen ook met jullie langs lopen. En dan zag ik de mensen daadwerkelijk op de grond liggen, slapen tegen het stadhuis aan. En dat vond ik zo'n moeilijk beeld om te zien eigenlijk, dat daar binnen zoveel welvaart heerst. Ja. Ja, en dat dan gewoon recht tegenaan de mensen op straat moeten slaan. Dit is wel heftig hè, wat ik hier zie. Je ziet hier inderdaad veel foto's. Ja. Slachtoffers van een bombardement, begrijp ik? Ja. Jeetje, dat is wel... Helaas is er ook van niet iedereen een foto. Nee. Maar je ziet inderdaad aan het jaartal waarin ze overleden zijn, allemaal dezelfde. Op vrijwel allemaal dezelfde. 22 februari 1944. Ook kinderen. Ja, Kees is een goede gids. Weet je, het leuke was van Kees dat hij ook het bombardement op Nijmegen combineerde met LHBT, WJZ en de hele hand, al die letters bij elkaar. We gaan hier binnen. Willem! Kroeg niet! Nou heren, ik heb jullie meegenomen naar de Regenboog. Dat is het café in Nijmegen voor de LHBTI-community. En Nicky is een van mijn nachtwethouders. Nachtwethouder? Ja, nachtwethouder, ja. De burgemeester heeft van die types eromheen hangen waarvan je denkt, wat doen die eigenlijk? Nou, dat heeft Kees ook. Dus ik hang er een beetje bij. En ik ben transgender. En ik zet me in voor de LHBTQIA+I, whatever, hoeveel letters er elke keer bij komen, community. Heet hij vroeger ook Nicky? Ja. Oh, dat is een mazzel. Ja, nou ja, dat hebben mijn ouders gewoon geweten.
ik ben heel blij met het feit dat ik mensen kan vertellen dat ik transgender ben. En dat de eerste reactie is, echt waar, ik had het nooit gedacht. Oh, je ziet er zo normaal uit. Dankjewel. Ja, nou, dat is de hele bedoeling. Maar nee, dus het liefst zou ik dat helemaal niet doen. Maar ik vind het wel belangrijk dat het gebeurt. Als het gaat over de acceptatie in Nijmegen, dan denk ik dat we daar landelijk gezien best wel hartstikke goed in zijn. Het feit dat we inclusiviteit prediken hier, ik denk dat daar nog wel stappen in te zetten zijn. En we elkaar op sommige gebieden meer kunnen vinden en meer de verbinding met elkaar kunnen leggen. Maar ik denk ook dat het voeren van dat gesprek een luxe is die we verworven hebben met elkaar. Omdat we het niet hoeven hebben over enorme cijfers van criminaliteit. Nee. Of enorme cijfers van geweld en haat en gedoe en gezeur. Nick en Kees, ik wens jullie alle succes in jullie campagne. Yo, ik had een broer, die was homoseksueel. Ja, dus ik heb wel dingen meegemaakt van dichtbij die niet altijd even lekker gingen. En als je het hebt over acceptatie of tolerantie, nou, dat komt wel beter toe, hoor. En dan denk ik dat hier deze stad toleranter is dan de Achterhoek. Ik hou van de Achterhoek daar niet van, maar ik bedoel, af en toe schrik ik ook wel eens van de Achterhoek. De grote dingen in de grote steden, van de grote steden, die hebben we niet. CQ, die kennen we niet. Maar dat wil niet zeggen dat we dan meteen zeggen van, dat is niks voor ons. Ik denk dat het met leeftijd te maken heeft. Als je heel veel jongeren bij elkaar zit, dan zijn ze een stuk toleranter dan ouderen. Ik vind het wel boeiend. En ik denk heel veel andere Achterhoekers ook wel, al zeggen ze van, apart. Ik hou van Nijmegen. Een van de weinige steden waar ik nooit heimwee heb naar de Achterhoek. Dit wordt iets. Kleine uurtjes, kom op. Nou, er toch zijn. We blijven nog even. Laat ik het daar ophalen. Wat denk je dan? Om naar huis gaan? Is een gek, man. Is dat mooi hier? Gaan de kroeg in. En het bleef nog lang gezellig in Nijmegen. Volgende week zijn de mannen er weer. En dan zijn ze te vinden langs de randmeren van onze provincie. Het gaat, nee. Je moet hem zo vaststellen, zo. Dus je steekt eigenlijk door je vingers heen. Niet in je vingers prikken. Ja. Ja. Tot volgende week. Aju. Mooie stad. Nijmegen kan trots zijn. Ja, Nijmegen durft het. Ja. En weet je waar ik ook heel trots op ben? Op jou. Nee, op jou. Oh. Dat je niet gedronken hebt en dat jij nu naar huis mag rijden. Daar ben ik trots op.